Een nieuwe manier van inloggen op het internet is op 25 september onthuld op het stadhuis in Nijmegen. De start van de Irma-app is namelijk begonnen. 7.500 mensen kunnen tijdens deze proef de Irma-app uitproberen. De app moet een alternatief gaan bieden voor het hebben van verschillende inlogcodes op websites. Irma is ontwikkeld door hoogleraar Dr. Bart Jacobs van de Radboud Universiteit en zijn stichting Privacy by Design. Irma is een nieuw elektronisch identificatiemiddel. Dat is een app waarin je als burger allerlei gegevens over jezelf kunt verzamelen. En daarmee kun je vervolgens inloggen op allerlei websites. En Irma is een systeem wat heel privacyvriendelijk bedoeld is. Dus met Irma kun je bijvoorbeeld online laten zien dat je boven de 16 bent om een film of een game te spelen of een film te bekijken. De app lijkt op het systeem DigiD waarmee je op allerlei overheidswebsites in kan loggen. Maar volgens Jacobs kan Irma voor meer gebruikt worden dan alleen overheidszaken. De gebruiker van de app hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel misbruik van het online gedrag. Zoals dat bij Facebook bijvoorbeeld wel gebeurt. DigiD is er echt alleen voor de overheid. Voor de zorg, voor het onderwijs en als je bij de gemeente wil inloggen. Maar niet in de private sector. Er is geen breed gebruikt inlogmiddel wat mensen kunnen gebruiken om in te loggen bij allerlei webwinkels. Ja, er is Facebook, maar Facebook is erg privacy-onvriendelijk. En Facebook weet dan precies wat jij online doet als je Facebook gebruikt om ergens in te loggen. De gemeente zet nu alvast gegevens in de app voor als de app dadelijk echt goed gaat lopen. Wethouder Renske Helmer van de gemeente Nijmegen hoopt dat de proef in Nijmegen een sneeuwbaleffect teweeg gaat brengen. Dit is natuurlijk een pilotfase. We weten heel goed dat het nog niet algemeen gebruik is, Irma. Maar wij hopen, doordat wij het als gemeente Nijmegen steunen, dat ook de grote bedrijven die vaak om gegevens vragen, die zeker willen weten dat gegevens kloppen, dat die ook gebruik gaan maken van Irma. Waardoor het als een sneeuwbal eigenlijk gaat uitrollen over Nederland.